of science. Het mooiste aan sterrenkunde vind ik dat je naar dingen kijkt die heel ver weg staan en waar we dan toch nog heel veel van kunnen leren. Eigenlijk begrijpen we nog heel weinig van wat in het heelal gebeurt. En met een telescoop kunnen we die dingen toch dichterbij halen. Het meest bijzondere is nog wel wanneer je zelf data binnenkrijgt van de telescoop en dan bedenkt, ik ben de eerste mens die dit ziet. Ik werk aan het vraagstuk over de vorming van planeten. Planeten vormen in grote schijven van gas en stof. Dit zijn echt een soort pannenkoeken. En deze draaien rond jonge sterren. En de schijven leven zo'n 10 miljoen jaar. Dus je kunt niet echt zien dat ze veranderen en dat ze planeten aan het vormen zijn. Maar we kunnen wel kijken naar de structuur van zo'n schijf. En aan de hand daarvan meer leren over de vorming van planeten. Ik maak gebruik van de ALMA-telescoop. Dat is een hele krachtige telescoop in Chili. De reden daarvoor is dat de schijven niet eens zo heel erg klein zijn. Ze zijn 2 of 3 keer zo groot als ons zonnestelsel. Maar ze staan wel heel ver weg. En daarom hebben we een hele krachtige telescoop nodig om ze te kunnen waarnemen. Nou, de data die ik van de telescoop krijg, die is nou eigenlijk nog heel technisch. Dat zegt nog niet zoveel. Daar moet ik nog een hele hoop datareductie overheen gooien voordat ik er mooie plaatjes van kan maken. Dat betekent dat ik dus eigenlijk vooral aan het programmeren ben. Dat is het belangrijkste deel van mijn werk. Ja, ik heb 2 jaar geleden een hele bijzondere ontdekking gedaan met waarnemingen van die ALMA-telescoop. We hebben namelijk een schijf gevonden waarin het stof zich op 1 punt had verzameld, terwijl het gas nog in de hele schijf aanwezig was. En dit verschijnsel, een zogenaamde stofval, dat was iets dat al voorspeld was door theoretische modellen als een manier om planeten te vormen, maar dat was nog nooit eerder waargenomen. Nee, eigenlijk helemaal niet. In mijn studententijd was ik zeker niet de beste student van de klas. Ik haalde geen 9 en 10, maar ik haalde voldoende hoge cijfers om door te gaan. Het was eigenlijk pas toen ik mijn eerste onderzoeksproject ging doen dat ik merkte hoe leuk ik het eigenlijk vond om met problemen bezig te zijn en creatief te denken. Dat is uiteindelijk wat je vooral nodig hebt als wetenschapper. Creatief denken, out of the box denken en niet alleen maar volgens de vaste paden dingen willen oplossen. Ik vind het leukste aan mijn werk het vele reizen. Een deel van het reizen is het waarnemen. Dus wanneer je zelf naar een telescoop toe gaat en daar waarnemingen kan doen. Telescopen staan al op de mooiste plekken ter wereld. Ik ben in Hawaii geweest, Chili, Californië, La Palma. En dat is altijd weer een geweldige ervaring. Een tweede deel van het reizen zijn de conferenties, waar je je eigen werk presenteert en discussieert met anderen. Dus dat betekent dat je er ook een heel sociaal aspect aan mijn werk zit. Het is namelijk altijd heel belangrijk om samen te werken met andere mensen en te weten waar andere mensen mee bezig zijn. En bij de discussies worden natuurlijk overdag in de collegezaal worden mooie dingen gevonden. Maar eigenlijk komen de mooiste en beste ideeën los bij een borreltje 's avonds in de kroeg. Faces of Science.